Voor al diegenen die mij vijandig gezien zijn, heb ik slecht nieuws. Voor al diegenen die mij vijandig gezien zijn, heb ik slecht nieuws. Gisterenavond, na een ganse dag de gebruikelijke fratsen van jullie te hebben ondergaan, ik denk dan aan platgestoken fietsbanden, aan joekertjes waarop de verbaldatum niet correct staat aangeven, aan drempeltjes, aangericht op willekeurige plaats, specifiek met de bedoeling dat ik er mijn teen aan zou stoten, die fratsen dus, die ik dag in, dag uit van jullie heb te verdragen, heb ik besloten dat het gedaan moet zijn. Gedaan met het constante gekoeioneren van mijn bestaan. Gisterenavond heb ik eindelijk mijn eigen lot in handen genomen en heb ik mij mijn eigen voedepop gemaakt. Zie hier, gipsen verschuren, maar dan in voedepop uitgaven. Dat had er niet zien afkomen. Zulk vernuft had je van een deze niet verwacht. Een voedepop van mezelf maken. Hoe gaat het me nu nog maken? Nu dat ik mezelf in bezit heb genomen. Mij lijkt dat de enige die me nu nog kan pakken, ikzelf ben. En ik ga mezelf natuurlijk niet pakken. Zo stom ben ik nu ook weer niet. Nee. Geen platgestoken fietsbanden zullen mij nog overkomen. Of vervaljoekertjes of drempels waar ik mijn teen aan zal stoten. Ziekte en leed zullen vanaf heden aan mij voorbij gaan. En mijn haarlijn zal niet meer verder naar achteren wijken. Het enige wat me nog zal overkomen, zijn aangename zomerwimpeltjes. Spontane, aangename lichaamssensaties. Of onverwachte kosmische pijpbeurten. Je zult misschien tegenwerpen, maar iets, die pop van je, die lijkt helemaal niet op. Die is breed en spier, terwijl jij toch ja. Eerder niet zo zijn, maar dan antwoord ik me te zeggen dat je mij over 5 jaar nog maar eens moet opzoeken. Want deze pop is om het zo te zeggen, procreatief. Het is de gidsen verschuren van de toekomst en niet die van het verleden. De gidsen verschuren van het verleden, die kun je vergeten. Die is bij deze niet meer. Dus hoera, hoera, voor de nieuwe gidsen verschuren. Gidsen verschuren 2.0. Ja, meisjes, vrouwtjes in de zaal. Aanschouw toch deze hete pink, die gidsen verschuren is. Wordt hopeloos verliefd op hem. En denk, ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. Ja, denk dat beste meisjes en vrouwtjes in de zaal. Maar niet, hij is van mij. Gidsen verschuren is alleen van gidsen verschuren. En van niemand, niemand anders. Wow. Ach, wat zeg je nu toch allemaal? Ik wil jullie toch niet tergen of jaloers maken. Eigenlijk zou ik niks liever willen dan dat jullie ook allemaal jullie eigen voedepopjes zouden hebben. Zoals ik het mijne heb. Zodat ook jullie bespaard zouden blijven van ziekte en leed. Jullie geen zorgen meer hoeven maken over voorhoofdsimpels. Of verzakkende borsten of